personeel van mijn reet zeker? Nee, personeel van een hotel. Ja hoor, natuurlijk. En met jou hoor, en met Messi's en Haley's en alles op en eraan, nou, natuurlijk. Ik weet niet waar jij helemaal gestoken hebt, maar ik denk dat jij bij Jason de Vos langs bent geweest en een party hebt gehad, denk ik. Ja hoor, de heer Beunaert. Nee, het is Richard de meneer Beunaert. De Klerk tegenwoordig. Ja, maar die andere fan van net was Richard Beunaert. Oh, ja, nou, dat kan maar wel ontroesten, maar ja, precies. Wij zijn hier gewoon werknemers van een hotel. Zeker. En dan kom jij een beetje relschoppen met je motor. Relschoppen, ho. Thijs. Ga lekker zelf kijken wat jullie zelf doen, joh. Nou ja, weet je, ten eerste zet je al je kutmotor hier helemaal verkeerd op de stoep. Kijk, als je die nou even gewoon de netjes. Ja, die stond goed. En dat is volgens mij echt jouw probleem. Grote smoel gaan houden. Nou, dat is niet mijn probleem, want dat is gewoon een fout parkeerboete dadelijk. Nee hoor, zeker niet. Nee hoor, zeker niet. Bro, deze man noemt ons een criminele organisatie, terwijl deze kerel letterlijk van een motorclub is. Oh, wacht even. Dat is. Wacht even. Een motorclub is geen criminele organisatie. Boys. Een motorclub is letterlijk illegaal in Nederland. Ik weet niet jullie komen aan met een heli op ons terrein. Ja? Wat? Jullie hebben een mesje bij jullie op ons terrein. Dus ja, hoe is hier nou fout bezig dan? Nou, ik denk jij, want je hebt een motorclub. Luister, ik heb overal foto's van. Kom eens, meneer Dagen. Niet met die body armor naar buiten trekken. Nee, maar ik ga wel mijn pistool eruit pakken en ik schiet door een hele terrein aan de gordel. Luister, als jij alles undercover doet en ze kunnen niks natrekken. Ja, ik heb geen wapen. Geen voertuigen die hier voor de deur staan, geen voorlaters die hier in de witte op de terrein belanden met wat. Oh. Als jullie ergens een silent skill pill gooien, vind ik helemaal best. Wie is RSS? Zijn er. Ik sta boven met een pistool. RSS ben ik, met die positoric. Hey, ik sta boven, heren. Yes. Oké, iedereen mooi in een lijntje tegen de muur aan. Yes, in een rijtje. Ik ga iedereen nu afboeien. We kunnen hier ook gewoon een 1-op-1 gevecht gaan doen met jullie motors de hele tijd. Sta je stil. Jullie staan hier wel dodelijk met een wapen, maar dit is niet onheerlijk. We kunnen ook gewoon 1-op-1 met een wapentje, net ben je toch de stoere Bink met Jesse. Jongens, laat mij mij een ding bij. Maak mij los en kom op een 1-op-1 gevecht dan, nee, grote smoel. Hey, vriend, ga niet zo Biggie praten, vriend. Ik leed je uit en zet je op de bom. Wat denk je dat je bent, vriend? Iedereen steek mag hem even als eerste neer. Oh, je kan maar niet met een wapen. Jezus. Oh, shit. Wie is er nou een bitch dan? Maar goed. Ik denk dat de kerel hier die in mijn armen zit, het eerste slachtoffertje is. Houdoe. Oké. Dat is pakken zo. Hey boys, wacht. Hé, rust. Stop. Wat? Stop. Bitch, allemaal buiten. Flip dus. Kijk dit. Kartel. Waarom hoor ik? Bitch, joh. Niet pak land, zit er niet even op. Hé, dat is politie. Oprecht? Ja. Goeiedag. Hoi. Meneer Beunaert. Ja. Goeiedag. Nou. Ik heb niks gezegd, fijne dag verder. Ja, je moet raampjes opzetten, toch? Op die boorpusje. Nee, dat moet niet. Dat is helemaal niet. Ah, dus ik heb het als je iets mee gepletst van. Ja, maar je rijdt nu wel dik. Oh, dik gehageld, jongen. Ja, gehageld. Er komt een B-klasse achter jullie, B-klasse. B-klasse, pak die. Ben je gaat schieten? Hier stop. Onze band is slecht. Gewoon rennen en hiden. Kom hey, zeg, ik kom bij neem Thijs mee, ik ga altijd goed. Ga naar de weg. Yo. Ja, wij hebben lekker band, Curly. Wij rennen hier met z'n vieren. Ja, wij rennen hier ook. Kom hier naar de weg, bij het tingenshot. Pas Corvette, iemand AK, hier rechts. Wie? Ja, kom. Ja, stap in.
Hey, Mika, zo leef je mij thuis. Hey, er is een dikke keten aan, jongen. Ja, ga over het berg heen. Mark, ga naar rechts, meer naar rechts. Jij heb je een dikke hike? Dirtbike. Waar? Locatie, boys? Zoals je zegt, locatie van jullie alsjeblieft. Wij kunnen niet. We rennen de berg op. Thijs, door. Thijs, door. Ah, ik heb een locatie gestuurd. Oké, toppie, joh. We gaan naar de top van de berg, of gaan naar de scrapyard toe rennen. Daar hebben we de meeste kans. Ik ben kans. Aan de top van de wereld, jongen. We gaan naar de scrapyard rennen, dat is de meeste kans. Daar sta ik dan wel. Hey, Dirtbike gaat hier omhoog, Mika. Ja, inderdaad, maar die kan straks niks. DSG X7. Ja, welke auto? Zo. Zwarte. Maar ik koos op. Ik ben fucked met die shotgun hier, hè? Ik ben ook. Oh, what the fuck? Worden gespreid vanaf achter. Hou ons alsjeblieft op, ouwe. We hebben heel veel. Ja, ik heb zo'n grote auto. Dus je moet ja, boys, wij zijn 15. Nog een politie unmarked voor IKEA. Ik wil nog steeds achter van, man. Ja, wij rennen gewoon allemaal door die bergen. Hier komt ook een ammer op. Ik probeer deze buis af te schudden. Ja, potentie komt op. Eén down. Voor ons, ik word geschoten in de rug. Raak op. Deze even. Eentje down, pak die dirtbike, Thijs. Pak die dirtbike. Thijs, pak die dirtbike. Wat zijn jullie locatie precies? Ik heb dirt. Thijs ik is 100% dood. Ja, nee, jij bent dood, man. Maak ja, we hebben heel veel DSI schiet op hun. Ik ben weg. Ik zie je auto stappen. Mika, nee, ik ben safe. Ik ben bij de visverkoop. Station. Hey, maar gaan we ze gewoon shooten of wat? Ja, dat ja. Wel. Wacht, rij gewoon 18 takenwagens op de band, leuk. Ja, dan, moet je hem er weer afhalen en zo. Fuck dat. Ja. Yo, als we gaan moeten doen. Ik heb hem. Kom dan. Yo! Ik heb de auto. Je hebt de Porsche uit. Mijn rijbewijs. Hij is wel kapot, hij is wel. Wat? Die Porsche is van hun. Heb je voor mij een rijbewijs? Waar heb jij het over? Laat maar. Die rijdt achter aan. Begin met schieten op de auto's. Misschien met schieten op de politie. Locatie, dat is Porsche. Ik ben nu. Hij komt er nu achteraan. Ja. Locatie, jongen.